Oh, damn! Wierp een autostoel. Oh! Hey, mijn auto! Beschrijf onze situaties. Kloten! Hallo iedereen, welkom bij onze nieuwe vlog. Mijn naam is Michiel. Mijn naam is Celine. En vandaag is het niet zo'n super enthousiaste intro. Nee. Want we zitten hier op ons hotel in Zürich. Zwitserland, ja, is dat zeker? Ja, we zitten dus in Zwitserland. Er is echt iets super zots gebeurd. Ja. We hebben dit nog nooit meegemaakt. Nee, het is echt super zot. Het is gewoon niet te beschrijven. We zijn enorm teleurgesteld ook. Ja, dus kijk, we zitten nu in ons hotel, in de lobby hier. Ja. Dus we hebben net de nacht hier doorgebracht. Mm-hmm. Dus even om alles kort samen te vatten, dat alles duidelijk is. Gisteren was het dus de bedoeling dat Celine en ik zouden vertrekken richting Brazilië. Voor het werk. Inderdaad. Maar ik ben 2,10 meter en ik heb dus extra beenruimte nodig op het vliegtuig. Als dat zomaar 2 uur vliegen is, of max 4 uur misschien. Ja, dat is wel al super lang, maar max 4 uur, dat zou ik wel nog doen. Is dat nog doenbaar? Maar we dachten, we gaan toch proberen, want we moesten eerst van Brussel naar Zürich en dan van Zürich naar São Paulo. Inderdaad. Dus ja, van Brussel naar Zürich was een uurtje vliegen. Een uurtje, dus dat was super chill. Ja. Eigenlijk had je niet veel plaats, maar het was maar een uurtje, dus we dachten, oké. Ja, ik zat een beetje op Celina's schoot eigenlijk. Ja, Celina lag zo helemaal op mij, zo. Maar het was maar voor een uurtje, dus we dachten, oké, chill. Ja, dus we dachten ook van... De boeing, dat is een groot vliegtuig, van Zürich naar São Paulo, zou wel veel groter zijn. Maar we vroegen dus aan de mensen in Zürich, is het een grote vliegtuig? En zij zeiden eigenlijk, nee, het is een beetje hetzelfde. Ja. Dus, en ze zeiden dan ook tegen ons, ja, om gezondheidsredenen is het eigenlijk niet aan te raden dat ik zou vliegen met die boeing voor 13 uur lang. Want het is 13 uur van Zürich naar São Paulo. Dus, wel, sorry dat ik je onderbreek, maar wel chapeau van de mensen van Swiss Airlines. Dat ze dat zelf zeggen. Ja. Hetzelfde haalt dat op die vliegtuig. En ik weet niet wat er zo gebeurt in mij, maar die hebben wel toegegeven van kijk, het zijn kleine plaatsen en doe het beter gewoon niet. Ja, dus wij hebben er echt wel alles aan gedaan. Ja. Wij hebben al de kans gegeven aan onszelf eigenlijk om van Brussel naar Zürich te gaan om het vliegtuig te testen eigenlijk. Ja. Dus in de hoop dat het vliegtuig groter zou zijn als we naar São Paulo zouden gaan. Ja. En dan aan de balie zelf hebben de mensen van Swiss dus tegen ons gezegd dat we als laatste moesten opstappen om dan te checken of er misschien mensen die zouden komen opdagen, want het vliegtuig staat bomvol, elk plaatsje was bezet. Dus ja, aan de nooduitgang heb je dus extra beenruimte en er waren een 20-tal plaatsen aan de nooduitgang, dus 10-10. En alles zat bomvol. Ze hebben aan die mensen gevraagd, willen jullie jullie plaats afstaan? Die zeiden allemaal nee, wat ook logisch is. Ja, voor 13 uur. Wel, ja. En in business class was ook alles vol. Dus uiteindelijk zeiden die mensen, ja, het is gewoon niet aan te raden dat jij vliegt. Dus tegen mij zeiden ze dat. Ja. Voor 13 uur, want dat is echt niet goed voor je gezondheid. Nee, sowieso niet. Nee. En dan hebben we samen beslist van... We vertrekken gewoon niet. Nee. Dat is gewoon de beste oplossing geweest. Ja. Ondanks dat het wel een superleuke ervaring zou geweest zijn. Inderdaad. En nu zitten we in Zwitserland. Ja, nu zitten we hier gewoon in Zwitserland, in Zürich. Dus we zijn net ook uit ons kamer gestuurd, want we hebben hier de nacht doorgebracht. En zoals jullie kunnen zien, we zitten hier in de lobby. Ja. Gisteren was er geen vlog online, dat is eigenlijk vandaag, want vandaag wordt deze vlog opgenomen. Ja, inderdaad. Dus, maar vandaag, dus gisteren geen vlog online, want dat is gewoon niet mogelijk. Ik hoop gewoon dat we veilig thuis raken, en zo snel mogelijk, want we zitten hier in Zwitserland, dat is super raar. En ook, gisteren hebben we niks gefilmd. Nee. Omdat het op de luchthaven was. En dat is voor ons, wij zijn net aan het vloggen eigenlijk. En dat is ook niet zo aangenaam, want er zijn er superveel mensen en alles is zo hectisch. Dus voor ons is het gewoon niet aangenaam. Dus we hebben besloten om eigenlijk niet te vloggen op plaatsen waar er superveel mensen zijn. Ja, plus er lopen daar superveel mensen van de security, zo, van defensie, het leger zo. En ja, als die dan zien dat we hun in beeld brengen... Dat is niet zo respectvol. Ja, dan denken die misschien van, allee, wat is dat? Of, dus dan doen we dat gewoon beter. Nee, nee. Dus wij hebben eigenlijk niks gefilmd en ook niet... Ja, we hadden een gesprek denk ik van een half uur met de mensen van Swiss, van de luchtvaartmaatschappij. En natuurlijk ga je dat ook niet filmen, want die mensen zijn met hun job bezig. En niet iedereen heeft graag dat ze gefilmd worden. Nee, totaal niet, dat is waar. Dus ja, Celine heeft dat wel graag bijvoorbeeld. Maar niet iedereen heeft dat graag. Hij ook. Dus vandaag zoeken wij een oplossing. Ja. En we gaan zoveel mogelijk proberen vloggen. Maar nu weten jullie dus wat er gebeurd is. Ja, het is echt zot gewoon. En we gaan nu terug naar huis. Ja. Hier zien jullie Celine met onze valiezen. Dus deze valies is van Celine, die is van mij. Uw rugzak. Mijn rugzak. Kijk, wat is zelfs wel deze keer. Wacht. Wat doe je? Zo, ja. Om 13 uur lang te kunnen slapen. Ja, we hadden dat speciaal gekocht, hè. Kijk, hè. Veel koekjes en zo. Ja. We hadden ook dit. Ja, voor te kunnen slapen. Oh, kijk, we waren echt voorbereid. Ja. Maar ja. We zitten in Zwitserland. We zitten nog steeds in Zwitserland. Echt zo raar. Ja. Maar we hebben wel natuurlijk een verstandige keuze gemaakt. Ja, sowieso. Gezondheid komt altijd op nummer 1. Ja, en het was sowieso het verstandigst, want anders zouden we in Brazilië de hele tijd aan het klagen zijn van we hebben rugpijn, dit, dat. Ja, ja. Dus, ja. Dat is waar, dat is waar. Dus het is gewoon spijtig natuurlijk. Het is super spijtig, maar ja, je moet altijd denken aan je gezondheid. Dat komt altijd op plaats nummer 1. Ja, dus zeker. Dus wij hebben dat gedaan en dat is gewoon verstandig. Ja, het is gewoon spijtig, maar spijtig. We gaan vandaag proberen thuis geraken. Ja. En dan gaan we vanaf morgen weer leuke vlogs proberen maken. Inderdaad. En dan gaan we binnen een maand of 2, 3 nog een keer op reis naar Steenhoop. Ja. Ergens in Spanje of zo. Met genoeg beenruimte. Wow. Dat is wel mooi. Ja, mooi hotel, by the way. Moeten we wel zeggen. Dus wij zijn nu aan het stappen richting de luchthaven. Ja. Dat is maar 2 kilometer wandelen, dat kan er wel nog bij. Ja. En daar hebben we een trein die eerst richting een ander station gaat, in Zürich, toch? Ja, hè? Ja, maar ik kan het gewoon niet geloven, dat is zo stom. Hier schrijf, hoppa! Celine is echt boos aan het worden. Ik kan er wel nog mee lachen. Dus we gaan nu richting een luchthaven, richting een ander treinstation in Zürich. Dan gaan we met de trein richting Parijs en dan in Parijs overstappen richting Brussel en dan in Brussel nog eens overstappen richting Zaventem, want daar staat onze auto geparkeerd. Binnen een week of zo zijn we al thuis, hoor. Ja, de totale reis duurt 7 uur en 30 minuten. Al dat geluid hier. Damn. Ik kan het gewoon niet meer aan. We komen wel thuis. Ik ga slapen en maak me wakker als we thuis zijn. Celine heeft er geen zin meer in. Nee, echt niet. Ik ben eigenlijk een beetje boos. Ja? Ja. Een vliegtuig duurt 1 uur om naar Brussel te vliegen. En wij moeten met een trein. 7,5 uur. Allee, waar zit de logica? Ja, het is wel veel goedkoper natuurlijk. Comfort op plaats nummer 1. Daar staat Celine. Oh, er passeert hier net een auto. Daar is Celine. En daar zie je Vloekgaf. Daar moeten we naartoe. Vloekhaven! Beschrijf onze situatie eens. Kloten! Ja, en dat is dus geen scheldwoord, dat is echt een dorp hier, of een gemeente of een stad, I don't know. Ja, ik weet het ook niet, maar de Vloekhaven! Daar moeten we zijn! Baby, ça va een beetje? Nee, echt niet. Nee? We stappen hier dus al de hele tijd. We komen van daar, maar van achter die gebouwen nog. We moeten. Wacht. Nog. Ja, super ver. Jullie zien het niet. Oh, damn. Oh, damn, de Lambo. Oh, wie heeft mijn auto gestolen? Oh, damn. Wie heeft mijn auto gestolen? Oh! Hey, wie heeft mijn auto gestolen? Mijn auto stond toch in Zaventem? Wat is dit? Hey, mijn auto! Ja, druk eens op de knop. Deze lift? Ja. Oh, ja. Wat gebeurt er? We weten het zelf niet wat er gaat gebeuren. Dat is wel eerlijk, we weten het zelf niet. Maar waar, in welk land, heb je een lift in het midden van de straat? Sorry, maar daar ruikt hij naar. Oei, naar verbrand. Oei. Naar waar gaan we nu? Naar waar gaan we? Oh. Waar een vliegtuig? Oh, waar een vliegtuig? Oh, weer een vliegtuig. Wacht. Jullie zien het. Daar is het vliegtuig. Ja, het is wel klein. En waar zijn we nu? Oh, we zijn plots hoger. Het is hier wel mooi. We zitten nu zijn we boven de straat. Een tramstation of zo? Of, I don't know, metro? Dit is een metrostation, denk ik. Ja. En als alles goed is... Gaat die metro naar de luchthaven? Nee, naar ons huis. Oké. En natuurlijk moet je betalen, hè. Ja, hier Zürich Airport. Ja. Dan. Ja, direct, hè. Wacht, ga eens kijken. Valid, wanneer. Ja, doe gewoon het eerste. Ja. Oei. Oh, wat is er gebeurd? Ik weet niet. To pay. 44, maar ja, dat is voor 1 persoon. Afzetters. Back. Maar ja, wacht. Nee, single ticket, wacht, back. En eerst u... Multiple tickets? Nee. Ja, ik versta niet veel. Oh, hij is hier. En we hebben niet betaald. Nee, we gaan opstappen en we laten jullie weten wat er gebeurd is. gekregen. Het is wel echt leuk. Ja. Wij zitten gewoon dus als laatste. Het is wel leuk. Dit. Wow. Op de trein in Zürich. Ja. Wow. Dit gaat wel veel sneller dan dat we wandelen. Ja. Amai. Chique lift. We hebben de treinrit overleefd. Ja, of een metrorit of zo. Of tram. Maar whatever. Nu hebben we dus McDonald's. Ja. En dat gaan we smaken. Ja, echt wel. Want het is hier wel echt super veel volk. Het is hier super veel volk. Het is niet normaal. En ook super warm. Kunnen we nog lachen? Ja. Okay. Ik kan altijd lachen. Oké, we gaan nu eten. Ja. En daarna gaan we kijken wat de volgende stap is. Smakelijk. Heel. Baby, baby, baby. Dit is zo vermoeiend. Dit is echt super zot, hè? Mm. Dus we hebben net 6 uur op de trein gezeten. Dat is echt enorm lang eigenlijk. Dat is echt super lang. En nu zitten we nog eens 2 uur op de trein. Ja. Nu gaan we richting Brussel. Mm. En als we in Brussel zijn, moeten we nog richting Zaventem, want daar staat onze auto geparkeerd. En zonder auto raken we niet thuis. Inderdaad. Dus ja, en er proberen hier mensen binnen te komen. Maar ik denk niet dat ze weten hoe de deur werkt. Ah, dat zijn kindjes. Voilà, daar komen ze binnen. En we hebben ons ook speciaal hier zo gezet in de gang eigenlijk. Ja. Speciaal voor jullie, zodat we kunnen praten met jullie. Want inderdaad, anders, als we daar zitten, ja. Dan kijken de mensen zo, wat zijn die aan het doen? Ja. Dus wij zijn filmpjes aan het maken. Dat zijn we dan altijd, filmpjes maken. Ja, filmpjes maken. Oké, wij gaan nu nog, een uur en een half is het nog zeker? Zoiets? Ja, een uur en een half, zoiets. Wij gaan nu nog een uur en een half stilzitten. Ja. En dan, zijn we terug bij jullie als we Zaventem zijn, toch? Ja. Want op de trein valt er echt niet veel interessants te zien. Nee, inderdaad. Enkel het uitzicht is soms mooi. En wij. Ja. En jij. I wanna know your secrets. I wanna be your lifeline. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Tell me you're more than just a highlight. On the outside, I hate to stare at you through these lights. So I wait for you, wait for me. Wait for you, wait for me. Ondertussen is het donker. Hallo, daar ben je. En zitten we op een nieuwe trein. Ja. En we hebben echt iets uniek op de trein, want we zitten helemaal alleen in onze wagon. Dat is echt wel uniek. Kijk, er zit niemand te roepen. Maar er zit hier dus niemand, dat is wel uniek. Ja, dat is wel uniek, maar ja, het is ook al laat, hè. En het is onze laatste trein. Het is onze laatste trein. We zijn echt van Zwitserland helemaal naar Brussel gekomen met de trein. Dat is wel zot. Dat is eigenlijk wel zot, hè. Dat is wel zot. Dat is wel een vermoeiende dag, maar goed slaap. En hoe laat is het nu? Ik denk dat het iets 10 na 10 is. Ja. Dus we zijn vertrokken rond 12 uur deze middag, zoiets. Dat is echt zot gewoon. Eigenlijk zijn we al 10 uur onderweg. Amai. Maar we hebben elkaar en we hebben elkaar. We hebben elkaar. Oh, zo lief. Kijk eens, hoe een mooi beeld van de parking van de luchthaven. Mooi toch? Ja, super mooi. Ja? Ja. Ben je verwonderd? Ja, een beetje wel. Maar, zoals jullie hoorden, de parking van de luchthaven. We made it! We zijn terug. Dat is echt super zot. Ik ben zo blij, maar ik ben ook zo moe. Ik heb super veel honger. Ik ook. Jij? Ja, maar nu gaan we naar huis. Nu gaan we naar huis, yes! En ik stel voor dat we bij deze mooie achtergrond de vlog ook gewoon afsluiten. Ja, dat is wel een goed plan. Dat is echt super mooi. Ik ben even aan het kijken op het scherm. Amai, het is wel echt mooi. Ja, het is precies dat we zo in Dubai of zo zitten. Ja. Was maar waar. Was maar waar. Nee, we zijn dus in België terug. En ja, jullie bedankt om te kijken naar deze vlog. Wij zijn dus niet in Brazilië, mochten jullie het nog niet door hebben. Het is echt gewoon een zot avontuur. Ja, het was een zot avontuur. Is het vliegtuig op zijn? Ja, natuurlijk. We staan hier op de luchthaven, baby. Ja, dat weet ik, maar dat is wel cool om te zien. Ja. Allee, we gaan nog straks een beetje naar de vliegtuigen kijken. Maar jullie bedankt om te kijken. Wij gaan, het is niet omdat we niet in Brazilië zijn dat we geen leuke vlogs gaan maken. Dus wij gaan super leuke vlogs maken, speciaal voor jullie. Elke dag om 5 uur, vergeet zeker niet te kijken. Laat zeker een blauw duimpje achter. Reageer, abonneer. En dan zien we jullie morgen om 5 uur in een nieuwe video. Yes. Peace. Ik ben kapot. Ik ook.